Maar wijze hertog, waarom reizen we nou zo lang? Konden we niet gewoon naar Riveria gaan om daar onderdak te zoeken? Nou, koning Dutchy, we weten niet zeker of we daar terecht kunnen voor onderdak. Stel dat ze ons gevangen zetten, dan zijn we nog verder van huis. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet. Maar we hebben geen kaart, dus we weten de weg ook niet. Wat doen we nu? Laten we gewoon blijven lopen. Het kan niet zijn dat we niks tegenkomen. Jemig, waarom moesten we nou zo nodig bij de kluis inbreken? We hebben niet eens wat mee kunnen nemen. Ja, maar we hadden wel geld nodig. Zonder geld kom je tegenwoordig ook nergens. Dat is zeker waar, hè, toch? Maar hoe komen we nu aan geld, zonder dat we werk hebben of dat we rijkdom hebben? Daarom zijn we nu gevlucht. We konden daar niet onopgemerkt blijven. Dit is dus de enige oplossing. Oh, dan zeg je me iets. Misschien kunnen we bij een nieuw koninkrijk aan de slag. Ook al zullen we als boer moeten leven. Ik wil nooit weer hetzelfde als toen. Mijn koning, ik hou het niet lang meer vol. Mijn voeten worden zo warm, het voelt net alsof ik op hete kolen sta. Ja, toch. Ik heb precies hetzelfde probleem. Ze doen zo'n pijn. Toen ik nog heerser was, toen kon ik gewoon over de koele straten lopen, zonder dat ik überhaupt last kreeg van mijn voeten. Koning? Ja, toch? Koning, kijk. Wat is dat? Wow! Is dit wat ik denk dat het is? Volgens mij wel, koning. Volgens mij is dit een stad. Een stad? Zouden er mensen wonen? Het lijkt me wel, het is nota bene een stad. Maar ik zie niemand. Zelfs geen wachters. Nee, hè, toch? Ik zie ook geen wachters. Zou dit een verlaten stad zijn?